Zien jullie zijn gezicht? Onthoud dit gezicht. Aan de schandpaal met de NOS. Hier, K... Hier heb je de 100 vragen die je zou moeten stellen. En nou opkankeren met die microfoon. Wakker worden 's nachts. Omdat je brandlucht ruikt in je eigen huis. Omdat er brandbommen naar binnen zijn gegooid. Opgesloten zitten in je auto met je partner. Doodsangst uitstaan. Omdat je auto een sloot ingereden wordt en omgedraaid wordt. Voorzitter, dit zijn slechts 4 hele aangrijpende voorbeelden van wat vele, vele journalisten, persfotografen en cameramensen overkomt. 8 op de 10 journalisten hebben dit voorjaar in een onderzoek aangegeven dat zij zich bedreigd of geïntimideerd hebben gevoeld. Meer dan de helft van alle mensen die geïnterviewd zijn geven aan dat het invloed heeft op hun werk. Invloed heeft op hun werk en invloed heeft op onze democratie. Want onze democratie kan goed functioneren als wij een vrije, een veilige pers hebben. Voorzitter, dit is een hele zorgelijke situatie. Het goede nieuws is dat dit wel op het netvlies staat. Op het netvlies staat van het kabinet en op het netvlies staat van onze Kamer. Er is een goed initiatief gestart, persveilig. En daar is alle lof voor. Maar we zien wel, en dat heb ik ook opgemaakt uit alle gesprekken die ik heb gevoerd met journalisten, dat het in de uitvoering nog schort. Het is een goed initiatief en een goed idee om contactpersonen per district te hebben, politiedistrict. Maar journalisten weten deze mensen nog niet altijd te vinden. Dus ik vraag de minister, hoe wil hij dit bevorderen? Hoe zorgt hij dat er beter gecommuniceerd wordt tussen de goede initiatieven die er zijn en de mensen die daar gebruik van moeten maken? Voorzitter, ook hoor ik voorbeelden van journalisten die aangifte doen, maar vervolgens niks meer terughoren. Of voorbeelden dat ze aangifte doen en dat het heel lang duurt voordat het afgehandeld wordt. Ook hierover vraag ik aan de minister. Wat doet hij om ook in de uitvoering de zaak te verbeteren en te versnellen? Een grote groep journalisten die extra kwetsbaar is, dat zijn de ZZP'ers en de freelancers. Want zij hebben minder bescherming. Nu is er een budget om ook hen te beschermen als zij bedreigd worden. En ik vraag aan de minister, weet hij zeker dat de mensen die dit nodig hebben ook gebruik maken van dit budget? Een ander groot probleem zijn de adressen die niet afgeschermd worden. Ik vraag aan de staatssecretaris, waarom legt zij de motie die onder andere door mijn fractie is ingediend naast zich neer, ondanks het advies van de autoriteit persoonsgegevens? Graag een reactie. Voorzitter, we moeten het probleem bij de wortel aanpakken, anders blijft het symptoombestrijding. Een belangrijke bron die leidt tot ophitsing van mensen en opruiming zijn online platforms, die worden misbruikt. Ik vraag de minister of hij dit erkent en ook of hij bereid is om die online platforms te reguleren. Het kan niet zo zijn dat de voorzitter van Persveilig geen contactpersoon heeft bij Twitter, om maar iets te noemen. Hij komt niet binnen bij een groot online platform waar wel degelijk allerlei geweld uitgesproken wordt. Graag een reactie daar ook op van de minister. Voorzitter, ik hoop dat hij het ook met mij eens is dat we niet kunnen wachten op Europese regelgeving. Dit moet nu aangepakt worden. Het probleem is te groot om het te laten liggen. Ten slotte moeten we denk ik allemaal naar onszelf kijken. Wij kunnen dit probleem als samenleving en als politiek niet oplossen als wij elkaar niet aanspreken op ongepaste uitingen. En ook dat wil ik hier doen. En ik kijk specifiek naar de collega's van de PVV en de collega's van Forum voor Democratie. Als er gesproken wordt over tuig van de richel als het om journalisten gaat, als er gesproken wordt over dat journalisten de samenleving ondermijnen, dan doet dat iets. Dan doet dat iets in onze samenleving en dan doet dat iets met de veiligheid van journalisten. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Ellemeet.